Je vriendin is fucking hot. Yes, homo. What? What the fuck is that even mean? Mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Kobe Bryant. Kobe motherfucking Bryant. In ieder geval, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin en ik heb een streepje shirt aan, want dit is mijn favoriete shirt. Hij stinkt een beetje. Heb je dat soms ook, dat je in je kamer zit en je hebt een shirt in je kamer liggen en dan ruik je eraan en denk je, hey, hij ruikt niet fris. En dan vervolgens denk je, weet je wat, fuck it. Boeien. Nee, ik doe hem normaal gesproken niet aan, maar omdat, nou ja, omdat we toch een video maken en jullie niet ruiken hoe ik ruik, dan ja. Je snapt precies wat ik bedoel. Ik ben verliefd op een meisje, dat is Nina, dat is mijn vriendin. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ik behandelde jullie even als een klein kind. Zo van, oh, wat is dat nou? Nee, hè? You got it right, motherfucker. It's a motherfucking pepke. That's why you don't know more about you about me. Excuses voor het uit mijn plaat gaan. Ik heb een vriendinnetje en daar ben ik verliefd op. En daar heb ik laatst een video meegemaakt. Niet zozeer. Ik heb niet met haar een video gemaakt. Ik heb een video over haar gemaakt. Ja. Ik heb namelijk een video gemaakt die heette Als mijn vriendin op Tinder. En toen ging ik als Nina op Tinder. En daar kwamen allemaal leuke reacties uit van mannetjes die op Tinder zaten. En, er was ook een mannetje die ging huilen. Ik had een privacy claim binnengekregen. En toen wou hij dat ik mijn video ging verwijderen. En fuck that shit. De video waarin ik als mijn vriendin op Tinder ging, die had nogal wat reacties. En die ga ik nu lezen. Let's go, motherfuckers. Is dat meisje op die foto wel echt Nina? Oh, wacht. Ik heb 5 jaar een relatie met iemand. En ik weet niet hoe ze er echt uitziet. Oh, shit. Ja, wat stom. Dat is niet normaal. Ik bedoel, ik had gewoon een foto opgezocht. Ik ging gewoon googlen op Nina. Toen kreeg ik deze foto. En blijkbaar is het niet haar. Ik had het helemaal niet gezien. What? What? Weet je, het is een reactie waarvan ik denk, oké, dat kan je doen. Het is een beetje onlogisch dat de vriend van het meisje die al 5 jaar, ja zeker, al 5 jaar een relatie met hem of haar heeft, niet weet of de foto van die... Je snapt het. Na dit filmpje gaan er nog meer mensen geilen op je vriendin. Haha. Oké. Maak een keer een video met je vriendin. Nou, ik heb dat zeg maar dan net gedaan. Snap je? Ik heb net een video gemaakt waarin Nina erin zat. Dus waarom zou ik... Nee. Jouw vriendin zou worden gebruikt op die neppe lokale singles in jouw boerdadvertenties. Wat betekent dat? What the fuck betekent dat? Hè? Ik snap het gewoon niet. Ik snap gewoon niet waar die comment op staat. Heb je haar daarop gezien? Want als het zo is, laat het me alsjeblieft weten. Of vind je haar eruit zien alsof... Ja. Proficiat, Kelvin. Hoezo? Waarmee? Het is niet dat ik iets heb gewonnen. Jij en Nina zijn goals! Goal! Ik vind het altijd zo raar als je koppels bestempelt als goals. Want als je als man zijnde verliefd bent op een andere vrouw en dan verliefd bent, dan gaat het om dat je lekker met elkaar kan zijn. Snap je? En dan is het hetzelfde als je zegt, ja, Peppy en Corky zijn echt goals. Nee, want het is gewoon natuurlijk bij elkaar gekomen. Hetzelfde als je zegt, Maxima en Willem-Alexander zijn echt goals. Nee. Wil je 5 subs? Sub op mijn kanaal en schrijf dan. 0 reacties. Gewoon 0. Gewoon niet eens 1 reactie met dit. Trouwens, mocht je je afvragen hoe ik zoveel abonnees op mijn kanaal heb gekregen, dat is ook door middel van dit. Dat was een fase in mijn leven waarin ik alleen maar comments plaatste met de tekst. Wil je subs? Sub op mij en comment dan. Dan krijg je 5 subs. Je vriendin is fucking hot. Yes, homo. What? What the fuck is that even mean? Dit is echt... Oké, dat je Nina aantrekkelijke jonge dame vindt, prima. Weet je, we hebben allemaal mee, we mogen allemaal verkondigen. Maar dan, die hashtag erachter maakt het zo twisted. Yes, homo. Van oké, ik vind je vriendin aantrekkelijk, maar ik ben homo. Snap je? Nee. De reactie daaronder snap ik ook niet. Streepje, streepje, schuin streepje. Oké, voordat ik verder ga met de reacties, ga ik jullie even iets tofs laten zien. Namelijk, ik kwam ergens achter. We kennen natuurlijk allemaal het geluid van Q-Music. Namelijk dat je in de auto aan het chillen bent en in één keer op de radio, bam, een geluid. En dan moet je raden wat het is, en Q-Music is daar weer mee begonnen. En deze keer op een hele speciale manier. Ze hebben namelijk nu, naast dat je op de radio kan meespelen voor 1 geluid, ook een website en een app gelanceerd waarin je oude geluiden van de afgelopen edities kan raden. Je kan dus op de website en op de app een test doen en zo kan je een score halen door oude geluiden van Q-Music te raden. En natuurlijk ben ik dan ook wel weer zo dat ik zelf ga meedoen. Dus ik heb zelf ook de test gedaan en ik heb een score behaald. En ik ga jou uitdagen om een hogere score te halen dan ik. Maar Kelvin, wat voor score heb jij dan gehaald? Nou ja, dat kun je heel makkelijk checken door op de eerste link in de beschrijving te klikken. Daar zie je mij en daar zie je ook wat voor score ik heb gehaald. En dan kun je ook meteen de test doen om zo te kijken of je een hogere score kan halen dan ik. Dus klik op de eerste link in de beschrijving. Doe de test. Superleuk. Let's go. We gaan weer door met de comments, jongens. Let's go. Wow, Nina is echt zo mooi. Ik vind het zeker leuk dat je mijn vrienden mooi noemt, want dat betekent dat ik goede keuze heb gemaakt. Dat vind ik ook echt leuk mee. Denk Nina. Doe een Q&A met je vriendin. Q&A? Wat betekent dat? Betekent dat question en eenhoorn? Question en ekkerbak? Question en effe dimme bitch? I don't know. I don't fucking know. Nina zegt zo mooi, echt super mooi. Oh Nina, haar ogen, figuur, ik lok zo
maar niet. Ik zag steken in. Alsjeblieft, het is voor jou. Love you. Nina is inderdaad heel erg mooi. Wel vind ik het een beetje lullig dat je de jongens vol in beeld laat zien. Maar dat kan aan mij liggen. Vriendelijk groet, advocaat. Nou kijk, dat vind ik dus een opvallend verhaal. Want ik had daadwerkelijk, en hier heb ik expres niet mee van de daken geschreeuwd. Want ik vind het een beetje overbodig. Maar er is wel een privacy claim binnengekomen bij mij. Een jongen uit de video die zoiets had van, hé, dat wil ik niet. Ik wil niet in de video. Dan ga ik daar netjes op in. Dan ga ik dat stukje ga ik dan wazig maken. En dan zeg ik, joh, grappie, is dit goed? Wil je dan alsjeblieft je claim weer terugtrekken? En dat was prima. We hebben erom gelachen. Dat was echt fucking grappig. Ik vond het een mooie gast. Wat ik een beetje gek vind is dat, oké, als ik een video maak, dat ik op een vreemd ga, website ga, dan ga ik alles onduidelijk maken. Want dat kan letterlijk jouw vader kan daarop zitten. En dan maak ik zijn hele gezin kapot en zijn hele leven. Alleen op Tinder is gewoon, zeg maar, ik ken bijna iedereen in mijn omgeving die geen relatie heeft, zit erop. Dus het is niet erg. En als dan bleek dat die jongen een vriendin had en dat dan er niet op mocht, dan moet ik dus in één keer iets fixen, zodat wat jij doet, wat eigenlijk niet mag, niet naar buiten komt. Dus het is echt super twisted. Maar over het algemeen, je hebt op zich wel gelijk. Het is een beetje, ik ben een beetje klootzak. Ik ben gewoon een beetje klootzak. Ik ben gewoon een beetje een klootzak. Ja. Wel een leuk klootzak. Haha, geen haat, maar je zegt... Als iemand een comment begint met geen haat, weet je ook gewoon, oké, dit wordt niet leuk. Haha, geen haat, maar je zegt in het begin dat Nina het goed vindt en in het midden van de video bel je pas naar haar. Nou, ik zal je even zeggen hoe dat werkt. Ik had het van Nina al besproken en toen zei ze, ja, is goed. En toen belde ze nog, halverwege, gewoon van, als goed. En toen zei ik, ja, ik ben aan het filmen, dus ik had toch gevraagd, maar... Oké, Kelvin, je hebt het goed met Nina. Dankjewel, vind ik een fantastische reactie. Het is iets als wat mijn opa zou zeggen. Op het moment dat je dan bij kerst uit eten bent geweest en dan loop je weg en dan zegt hij tegen je... Kelvin, opa, je hebt het goed met Nina. What the fuck probeer je... Vind je... What the fuck? You're hitting on my fucking girlfriend, bro? You're fucking... What? Oké, dit wordt echt een uitgemolken serie. Lieve Dinan, ten eerste, op het moment dat je dat vindt, prima. Je kan er dan voor kiezen om niet te kijken. Geen enkel probleem. Ten tweede, ik weet niet of je ooit in de wereld van content thuis bent geweest. Maar kijk bijvoorbeeld naar Netflix, waarin er series zijn, zoals Breaking Bad, zoals House of Cards, zoals wat dan ook, met seizoenen, met 12 afleveringen per seizoen, 8 seizoenen, ze gaan maar door, het is fantastisch. Ik heb letterlijk 5 video's op Tinder gemaakt, dat zijn 5 afleveringen van een serie, terwijl een serie normaal gesproken gewoon tientallen afleveringen heeft. Dus bedankt voor je reactie, ik kan me er alleen niet heel erg in verplaatsen, dus ja. Ga uit mijn YouTube. I don't even know what that means. I really don't. Geen haat, maar wanneer kom je uit de kast? Ik heb niks tegen homo's. Ik heb zeg maar net een video gemaakt waarin ik als mijn vriendin op Tinder ging. Dus het klopt niet helemaal. Maar als je me homo vindt overkomen, dan kan dat. Dat is zeker mogelijk. Daar heb ik ook verder geen problemen mee. Ik heb niet meer zoveel te zeggen eigenlijk. Sorry. Ik heet ook Nina! Oké. Kelvin is echt lekker. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Dat mag ook een keer gezegd worden. Bedankt. Yo, Kelvin, je vriendin Nina woont de straat verderop waar ik woon. Fuck grappig. Haha. Yes, we live in a world where people have neighbors. Yes, de doorbel. Nina heeft bruine benkies. Met die comment wil ik graag de video beëindigen. Jongens, hartstikke bedankt voor het kijken. Ik vond het weer fantastisch. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En eet natuurlijk elke dag van je leven zoveel mogelijk paprika's. Ik ben er de volgende keer weer. Dag! In plaats van dat je eentje doet, ga je gewoon eerst... Nou! Ja, dat is het enige reden waarom je doet, omdat het gewoon echt grappig is. Hallo, mijn naam is Kelvin en welkom bij een nieuwe video vandaag. Zo, en dan ben je in één keer een aap. En op het moment, kijk, je moet je even beseffen. Op het moment dat je naar dit beeld kijkt hier, dan denk je, oh ja, ik snap helemaal waarom Kelvin zo praat. Maar als jij dan deze camera vanuit naar mij kijkt, dit is gewoon het perspectief van iedereen om je heen. Dan zie je iemand die echt gewoon... En dat is een beetje ongemakkelijk.